Yo mensen, vandaag gaan we de top 50 ratings van FIFA 21. Gaan we alle spelers bekijken, gaan we even onze mening geven van wat vinden we nou van, upgrades, downgrades. Dus laten we beginnen met de eerste. We beginnen met Jamie Vardy. Wat zeggen we ervan jongens? Hij heeft wel een zieke upgrade gekregen. Ik denk wel verdiend, want hij was geloof ik topscorer of de tweede topscorer? Ja, volgens mij top. Top? Volgens mij top. Volgens mij ook topscorer, maar hij is gewoon een hele goede speler en ik denk een verdiende upgrade. Leicester natuurlijk ook gewoon prima seizoen. Ja. Precies. Ja, misschien iets eentje hoger mogen krijgen, denk ik. Maar, ja, ik weet niet. Hij is natuurlijk wel oud, hè? Ja, dus ze zouden niet zoveel van oude spelers bij. Wat denken jullie over bruikbaarheid? Zeer bruikbaar, denk ik wel. Ja, hij zal wel weer, wat is het, 3-star weakfoot of zo? 3-star ja, volgens mij 3-3. Dus ik denk niet... Ja, ik denk niet heel erg bruikbaar. Maar redelijk, denk ik. Thomas Müller. Thomas Müller. Veel te laag. Nah, gezien het seizoen, afgelopen seizoen had hij zeker omhoog. Maar ja, Müller is altijd zo'n speler, in FIFA is hij nooit. Ga je hem niet gebruiken? Nee, sowieso niet. Ik denk misschien als hij een keer een leuk in vorm krijgt, kun je hem nog op middenveld gooien, maar meer ook niet. Ook niet. Jori, gewoon hetzelfde volgens mij toch? 87? Nee, 89 was hij geloof ik. Oh, serieus? 88. Oké. Ja, hij is natuurlijk geblesseerd geweest een tijdje. Dat wacht er heel lang uit. Op zich wel een goede keeper, is natuurlijk gewoon wereldkampioen. Nou ja, niet te veel op aan te merken, denk ik. Dat zijn keepers, hè? Precies. Nou, Chiellini. 2 omlaag, geloof ik. Ja. Klopt, die was ja, hij is eigenlijk ook bijna het hele seizoen geblesseerd geweest. Dus. Ja, met die pace ga je hem toch niet zo heel vaak gebruiken. Niet echt bruikbaar, denk ik, inderdaad. Qua rating leuk, bruikbaarheid, nee. Busquets, nou. Busquets, ja. Op 2 omlaag. Beetje hetzelfde ook, denk ik, hè? 42 pace, hè? Matig seizoen gedraaid ook. Ah, ik vind Busquets nog wel redelijk, als je kijkt naar andere spelers. Ik denk dat dit eigenlijk het eerste seizoen was, juist, dat Busquets een beetje daarnaast werd gezet bij Barcelona. Ja, sowieso wel, maar ik vind nog steeds 2 omlaag. Ja. Komt gewoon omdat Barcelona die 8-2 bij dat heeft de doorslag gegeven. Maar die wordt ook dus helemaal niet gebruikt, denk ik. Die gaat gewoon de komende paar jaar steeds lager, denk ik. Keylor. Navas, altijd wel een goede keeper, hè? Prima keeper wel, ja. Op FIFA vooral. En het echt, denk ik, ook niet normaal. Die is een seizoen gedraaid, denk ik. Hij kijkt niet echt leuk. Ja. Alleen dat gevecht. Niet veel op aan te merken, denk ik. Fabinho. Dat is wel interessant. Die is 2 omhoog. Ja. Verdiend. Denk ik ook wel terecht, Terecht. Eerlijk, Ik bedoel, heeft gewoon goed seizoen gedraaid. Kampioen geworden met Liverpool. Ik denk dat die stats ook wel redelijk... Kloppen die wel. Ja, bij hem is altijd zo de vraag van, ga je hem nou wel gebruiken of niet, zeg maar, qua pace, weet je wel? Het is altijd echt een slopen, maar als die 67 pace als 50 pace voelt, dan, ga je hem niet gebruiken. Maar soms heb je bij hem het gevoel dat hij dan opeens bij wijze van 75 of 80 pace heeft en dan is hij dus heel goed. 2 jaar geleden geloof ik, toen hij net met FIFA 19. Toen was hij goed. Monaco naar Liverpool was, toen was hij echt goed. Dus het is een beetje testen, denk ik, met Fabinho. Dan voelt hij sloom aan, dan nee. Zo niet, dan Robertson. Ja, ze hebben de backs al redelijk omhoog gedaan. Dit lijkt het op, hè? Nou, dat komt denk ik omdat altijd die backs heel laag waren. Hè? Ja. Altijd die backs waren heel laag. Ja, ik vind deze upgrade van Robertson wel verdiend eigenlijk. Ja, zeker. Het is wel terecht op zich. Zeker niet. Is die echt bruikbaar? Ja, op het begin zeker. Op het begin wel, maar op het begin zal die ook veel te duur zijn omdat het Premier League is, Liverpool. Ja. Overpriced waarschijnlijk. Want hij heeft in principe niet echt hele hoge defending physical pace, hè? Nee, klopt. Dus ik denk misschien voor het begin, maar dat het wel snel ophoudt, tenzij die special cards krijgen. Nee eens. Ik denk begin met een ankertje erop en dan gaat het wel afdalen met hem. Bernardo. Bernardo Silva. Ja. Nooit echt bruikbaar, omdat hij gewoon te traag is. En de shooting is wel vrij laag ook. Klopt. En 3-star week, hè? Ja, volgens mij, ook. Ik vind het wel echt een goede speler, hoor. Ja, in het echt is hij heel goed. Dit is ook weer zo'n typisch geval van in het echt is hij goed, maar op FIFA is hij gewoon niet bruikbaar. Nooit echt goed naar FIFA. Dus dat is wel jammer. Vinden jullie? Nou, 87 is wel goed, denk ik. Ik denk dat het wel goed is. Mino. Eentje omhoog. Ja. Mm. Is ook 4-5 geworden, natuurlijk, vorig jaar. Ja. Ja, die 5-star skill moves, dat helpt hem wel echt. Ja, eens. Ik denk dat, je kan hem als cam misschien gebruiken, ik denk als spits. Nee, net niet, hè? Ja, net niet inderdaad. Zo net, zijn balans en zo niet heel goed. Vorig jaar kon je hem nog wel eens als verdedigende middenvelder gebruiken. Een paar van die screen, van die specials.
Ja, ik denk dat het allemaal net niet is. Bij ja, ik denk het ook. En het is rating? Ook een beetje afwachten, denk ik. Gewoon testen ja, en dan zien. En de rating? Nou, prima. Oh. Ja, goed. Ja? Nou, op zich denk ik wel, ja. Ik denk 86 moeten blijven eigenlijk. Chesney. Ja, oh. Nou, gewoon doorgaan. Ja, Chesney, die was dan Chesney niet relevant. Prima keeper, maar snel overheen. Laporte. Vind je het echt een goede verdediger, vind ik nog wel. Nee, ik vind hem wel redelijk. Hij heeft zijn verwachtingen sowieso niet waargemaakt. Nee, ben ik mee eens. Ik denk dat 87 ook al net iets te hoog is. Ja, denk ik ja, ook. 86, denk ik. 85 of 86, wat ja, meer op zijn plaats was. Maar ook gewoon qua verwachtingen, zeg maar. Met ja. Wat hij binnenkwam bij City en wat hij tot nu toe heeft laten zien, denk ik dat hij nog ja. Wel ondermaats presteert. Ja, dat sowieso. Kijken of hij Ake uit de basis kan houden komend seizoen. Ja, precies. Zelfde positie in principe. Dat wordt wel de strijd tussen deze twee. Griezmann. Griezmann. Verdient de downgrade, vind ik. Eens. Daar ben ik het ook zeker mee eens. Eens. Had geen goed jaar. Ja, laag pace ja. Ook. Hij ja. Heeft ook geen weak foot. Ook weer niet. Dus, net niet weer. Nee, wordt net niet, denk ik. En ook ja, voor FIFA begrippen wordt het net niet. En zoals veel van deze spelers eigenlijk. Trent. Oh. Gewoon door okay. Met Trent. Ja, Trent. Ja, ook een van de backs die aardig omhoog is gegaan. Ja. Denk ook wel gewoon weer terecht. Ja, sowieso terecht. Belangrijk spelen misschien wel. Echt bruikbaar, ja. Denk het niet. No. Ik heb met Trent eigenlijk, tenzij zeg maar, zijn team of the year was wel prima, maar verder heb ik altijd... CDM lijkt die Trent kan mee wel goed hoor. Ja, als CDM ja. Zou kunnen, maar als echt rechtsback. Nee, dan niet. Het is natuurlijk afwachten wat de meta gaat zijn, ja, maar dat klopt. Denk het niet echt. Suarez. Ja, Suarez wordt denk ik heel slecht dit seizoen. Echt ja. Heel slecht. Mm-hmm. In FIFA want, denk ik ook totaal niet bruikbaar. Nee, nee precies. Niet. Dus ja, ik bedoel, je zit al aan zijn pace, weet je. Als voor een aanvaller ja. Heb je daar gewoon helemaal niks aan. Ja, we ja. Kijken alleen maar weer naar pace, net zoals alle jaren eigenlijk. Ja, ja maar ja, dat is wel een beetje... Ja, dat is ja precies. Dat is gewoon FIFA. Ja. Ik zou graag dus, willen dat het minder belangrijk was, maar ja. Waar gaat hij ja, heen, denken jullie? Naar die Barca? Ja, Juve wordt Atletico, volgens mij... gaat niet door, ja precies. Atletico wordt het waarschijnlijk. Wel een goede set voor Atletico dan, denk ik. Als ja. Hij fit is, hij natuurlijk wel een van de beste. Son. LM, dat is wel jammer. Okay. Ja. Ja, was die vorig jaar ook? Ook. Natuurlijk. Ja, centraal is die toch wel wat, wat beter, hè? Ja. Ze mag wel FIFA begrippen. Ja. En... Het zal wel weer gewoon echt een hele goede kaart zijn. Ja, daar hebben we niks op aan te merken, denk ik. Goed shooting, goed dribbling, ja. Sowieso. Lang, snel, goede schot. Heerlijke kaart. Ja. Ja. Ook wel verdiende rating, denk ik. Ja, ik toch wel de beste van Tottenham. Oké, okay, ja, naam misschien. Ik heb de Tottenham gekeken. Sancho. Ja, die pace, hè? Ja, ik moet zeggen, verdiende upgrade, denk ik. Na 86 ik dat wel. Dat ik weet niet, die 83 pace, hij is in het echt helemaal niet zo echt heel snel. Dus ik kan, die pace kan nog wel enigszins inkomen. Maar ik denk, in vergelijking met andere katen, ja, had dat zeker hoger. Ja, sowieso. Moeten, hè? Ben ik mee eens. Aan het al, de rating is gewoon goed. Ja. Shooting is wel heel laag, hè? Ja, shooting is altijd laag. Terwijl hij eigenlijk best wel veel scoort. Ja, hij scoort wel veel, maar ik weet niet, ze afmaken dus... Is niet maar, zo heel, heel wow. Fantastisch. Nee. Al met al gewoon een verdiende upgrade. Ja, en een gepaste rating, denk ik. Eens. Die Maria. Maria. Die is voor mij echt altijd 87 geweest. 87, 86. Ja, al is die drie, vorig jaar niet 86? Vorig jaar? Weet niet. Nou, ik denk dat 87 wel redelijk terecht is. Ja. Ja. Als je kijkt die laatste wedstrijden van Paris Saint-Germain ook in de Champions League. Was die wel de belangrijkste? Laat hij zich wel even goed zien. Klopt. FIFA denk ik niet echt bruikbaar. Nee, sowieso niet. Tweeste. Weet je dat? Weak foot. Ja. Ja. Ja, in het echt goed van FIFA helaas niet bruikbaar. Bruno Fernandes. Ja, Carrick United gewoon. Heel eerlijk, ik vind dit zwaar overdreven. Ja, vind ik ook. Want het hij was maar een half seizoen, hè? Ja, hij heeft een half seizoen en hij heeft echt alleen maar penalties gescoord. Ja. Nou, vanaf het moment dat hij kwam, ging United wel ging gewoon United, team geweldig ja, spelen. Dat wel. Dat is waar. Maar je hebt maar ook natuurlijk een Greenwood en zo die ging opstaan, hè? Is die 87 waard? Ik weet het wel. Naar mijn mening heeft hij daar te weinig voor laten zien. Ja, naar mijn mening ook. Want ik bedoel, hij is in de winterstop gekomen. Ja. Van met alle respect Sporting Lissabon. Ja, daar heeft hij het wel echt goed gedaan. Ja, was hij echt nog steeds, hè? Topscorer van het seizoen geworden. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet, ik vind 87... Vind ik ook te hoog, maar voor FIFA heeft hij wel een hele goede kaartje, denk ik. Zeker. Toen als Cam. Ja, misschien iets te weinig pace. Ja. Het ligt een beetje aan hoe je speelt, maar... Mm-hmm. Ja, die kun je natuurlijk ook een beetje boosten, maar... Ja. Een goede speler. Ja, ik vind hem overrated. Ja, ik vind het een goede rating. Maar wel bruikbaar voor FIFA. Dat mag duidelijk zijn. Oba! Oba. Ja. Omlaag.
Omlaag. Schande. Ik denk dat we met z'n drieën wel of eens zijn dat dat schandalig is inderdaad. Want heeft hij 29 goals of zo gemaakt? Zoietje. In een team wat eigenlijk bijna niet draait. En dan gaat hij omlaag. Ja, ik moet wel zeggen dat het ook wel opvallend is dat hij een spitskaars heeft gekregen. Hè? Hij speelt nou natuurlijk linksbuiten. Ja, hij speelt bijna altijd linksbuiten. Ja, ja, ja. Dus ja, ik denk dat wij daarmee wel blij mogen zijn. Dat hij een spitskaars heeft gekregen. Ik weet niet, voor FIFA, ik vind Oba nooit chill. Hij kan, voor mijn gevoel kan hij nooit echt te goed draaien. Dus. Nee, dat is waar. Het is wel een speler die alleen maar diep hoeft te sturen eigenlijk. Ja, en dan hopen dat hij je mag maken. Ja, als je er goed mee kan spelen, kan hij ja, ik vind hem wel heel chill. Ja. Dus nee, gewoon een goede kaartje. Onverdiende downgrade. Ja, dat is zo. Ja, maar zeer bruikbaar, denk ik. Hij heeft ook 4-4 volgens mij, dus. Ja. Dat komt wel goed met hem. Immobile. 87. Ik denk op zich wel terecht. Ja, oké. Okay. Ja, de topscorer de Serie A natuurlijk geworden. En van Europa. Ja, en van Europa inderdaad. Als je hier kijkt naar de pace en dan vergelijkt met Sancho, ja. Denk je wel van hoe is dit mogelijk? Ja, maar bij FIFA is zoiets, dan moet je gewoon echt totaal niet met elkaar gaan vergelijken. Ja, anders ga je gewoon doordraaien als je de spelers met elkaar gaat vergelijken. Want daar klopt natuurlijk geen reet van. Nou, ook wel verdiend. Bruikbaar. Ja, hij is ook 4-3 geloof ik. Zeg maar, 4 star winkgoed en 3. Ik denk dat hij iets te lomp gaat zijn. Ja, dat denk ik ook. Heb je meestal met dat soort spitsen. Ja. Modric. Enorme downgrade. Ja, die wordt ook met een jaar minder. Ja. FIFA in hij speelt ook steeds minder. Hè? Ja, klopt. Ja, je hebt en dan natuurlijk, wordt natuurlijk oud, houden ze niet zo van. Nee, je hebt natuurlijk de Valverders en zo die eraan komen. Dus dan is het normaal dat types als Modric plaats gaan maken. En dat is ook te merken aan zijn kaartje, denk ik. Ja. Ja. Dit is denk ik een beetje het geval van Busquets ook. Ja, precies. Want de komende jaren denk ik alleen maar minder. Precies. Eens. Niet bruikbaar, denk ik. Sowieso niet. Koulibaly. Gek genoeg is die naar beneden gegaan. Ja, hij staat er goed. Eentje naar beneden. Hij is eentje naar beneden, maar volgens mij zijn zijn card stats zijn wel omhoog gegaan. Dat is best wel bij veel spelers. Ja, volgens mij bij Parejo ook. Ja, Parejo ook. Wat je nog bij. Ja, ik denk dat Koulibaly dat ze zijn rating hebben gebaseerd op het slechte seizoen van Napoli. En die hadden volgens mij niet zo'n heel goed seizoen. Nee, misschien een beetje hetzelfde als Arsenal. Ja, ja denk het ook eigenlijk. Alba daarom naar beneden is. Want ik bedoel, nou, naar mijn mening heeft gewoon Koulibaly een prima seizoen gedraaid. Zeker. Ja, ook wel gewoon echt goede speler. Nou, de beste waarschijnlijk bij Napoli. Benieuwd of hij bij Napoli blijft of dat hij nog weggaat. Veel interesse van Paris Saint-Germain, City. United wel ook een tijdje. Ja, maar ik zou niet naar United gaan. Nou, United heeft wel een verdediger nodig in mijn ogen. Ja. Als FIFA stats, 75 pace centerback, hele goede kaart, 89 defending, 60 physical. Hele goede kaart. Een goede kaart. Echt goed. Bruikbaar. Sowieso. Vandaar nog iets. Ja, weer een keeper. Weer een keeper, ja. We is gewoon een prima keeper. Prima keeper. Ik weet niet of die 88 waard is, ik weet niet. Kijk ik Inter te weinig voor eigenlijk. Jawel, hij is ook wel waard. Ja, hij is gewoon een van de beste keepers van de wereld. Wordt wel gewoon in de top 5, top 10, zeg maar. Ja. Dus dan verdien je wel zo'n rating in. Okay. In mijn ogen. Kanté. Ja. Iets omlaag. Ja. Weinig gespeeld afgelopen seizoen. Of nou, lang gebaseerd geweest. Maar gaat die eentje omlaag nou eens over uitmaken? Nee. Toch? Ik denk dat dit nog steeds de beste CDM is. Ja, eens. Weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. Nou, niks op aan te die werken. Stats hoef je ook weinig naar te kijken. Nee, want precies. Het is gewoon een klein mannetje goed. Die blijft rennen. En, ja. Het was in het echt. Ja. Dus de beste CVM buiten Eikerson, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ederson 88, keeper, ja. Hetzelfde gebleven toch? Of eentje omlaag? Hetzelfde toch? Hetzelfde dacht ik, ja. Ja, oké. Ja, prima. Ja, niks op aan te merken. Nee, Ederson heb je altijd, die maakt wel een paar foutjes. Ja. Echt een hele naam. Dybala. Ja. Dybala, ja. Ja, stats zijn goed. Dus dat zijn prima, ja. Alleen hij zit ook volgens mij met de 3-week-voet. Ja. Als ze dat niet hebben aangepast natuurlijk. Ik vind die balend echt wel echt goed. Speler. Hij is echt goed, ja. 88. Is hij omhoog gegaan trouwens? Nee, gelijk. Nee. Gelijk? Ik vind 89 eigenlijk wel. Van wat ik hem heb gezien. Van mij had hij ook wel hoger gekund, inderdaad. Maar ja. Maar ja, zijn stat spreekt voor zich, denk ik. Sowieso. Hij heeft wel afgelopen seizoen wel lang gehad van basis niet ja. Basis. Ja. Uiteindelijk heeft hij wel een aantal wedstrijden wel echt gecarried, maar... Ja, klopt. Zo. Ik vind hem gewoon een hele goede speler eigenlijk. Ja, eens. Dat zijn ook goed. Ja. Alleen de 3-star weakfoot. Ja, echt gebruikbaar. Waarschijnlijk weer niet echt. Nee, sowieso niet. Oh.
Sterling. Sterling. Ja. Links buiten, hè? Ja, klopt. Hij is van kant verwisseld. Ja, op zich, ik denk terechte rating al. Ja, denk ik. Ik vond hem heel wisselvallig. Ja, ik weet niet. Je hebt altijd bij Sterling, mist hij weer 3 open goals in een seizoen. Maar hij scoort wel gewoon echt veel assists. Ja, daarom wisselvallig. Dat is belangrijk voor City. Klopt. Wisselvallig eigenlijk, net zoals Ederson, die vind ik ook wel wisselvallig. Hij is wel 4-4, hè? Weet niet. Volgens mij viel hij 4-4 altijd. Ja, ik denk ook gevallen op het begin bruikbaar en het zal wel heel snel gaan afnemen. Dus afwachten. Hazard. Aardig naar beneden. Ja, hij heeft gewoon niks gedaan. Hij heeft niks gedaan afgelopen seizoen. Hij heeft Real 100 miljoen gekost. Als je het op zijn Chelsea-tijd baseert, zou ik dit zeker te laag vinden. Ja, hij heeft gewoon afgelopen seizoen niks gedaan. Dus niks. In die zin terecht. Ook te zwaar, hè, was hij af en toe. En ook wel veel gebaseerd geweest. Ook wel, maar gewoon verdiende rating. Maar bruikbaar is hij zeker. Bruikbaar is hij wel. Ja. Hij heeft denk ik 5 star skill moves. Nee. Volgens mij was hij 4-4. 4-4, ja, bruikbaar, maar verdiende downgrade. Ja, sowieso. Zijn we mee eens allemaal. Kane. Harry Kane. Ja, toch wel een van de beste spitsen van de wereld, hè? Ik vind hem in het echt helemaal niks. Ja, statistisch gezien, zeg maar. Ja, statistisch gezien, hij scoort alleen maar intikken. Wat is die, eentje omlaag? Ja, maar daar moet je ook wel van staan, hè? Eentje omlaag, Eentje omlaag. Ja, gezien het seizoen van Spurs denk ik wel terecht. Ja, hij was ook volgens mij wel lang geblesseerd geweest, inderdaad. Ja, uiteindelijk blijft het wel gewoon in het echte goede spits in FIFA denk ik nooit bruikbaar. Nee, die ga je waarschijnlijk nooit gebruiken. Nee. Kroos. Ja. Heel eerlijk, ik vind dit veel te laag voor Kroos. Ja, is wel te laag. Ik vind Kroos zo goed, dat is echt de motor bij Real Madrid. Klopt. Daar ben ik wel met je mee eens. Te lage rating, hele goede speler in het echt. Alleen ook op FIFA is die weer niet bruikbaar. Kom je toch weer bij die pace uit. Ja, die pace nekt ervoor. Deze spelers moet je eigenlijk als CDM gebruiken, maar heb je deze pace, defending, physical, ja, gaat niet werken. Kom je niet. En dan moet je als sentiment, dus wordt gewoon in FIFA minder gebruikt. Klopt. Niet bruikbaar. Zeker. Kimmich. CDM. Ja. CDM en een aardig upgrade. Verdiend. Zeer verdiend. Zeer denk ook wel verdiend. Want, gezien het seizoen van Bayern. Beetje de stille kracht vind ik altijd van Bayern. Ja. Altijd. Kijk, dat in mij eigenlijk naar aanval, dus het is bijna altijd wel zo. Ja. Ja. Ik kijk bijna nooit naar middenvelders. Nu die CDM is, wordt die denk ik wel bruikbaar. Ja, zeker. Ja, zeker. Als rechtsback, ook met deze kaart, heb je er denk ik niet zoveel. Nee. Maar als CDM... hij is wel iets te slow, ja. Ik denk het is een beetje afwachten hoe het uiteindelijk in het spel gaat zijn. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, FIFA kennen, dan gaan we natuurlijk weer op deze spelen. Ja, maar met Kimmich weet je het nooit, of die echt snel is of niet snel is. Nee, precies. Afwachten dus. Ja. Goed zwaar. Goed jaar gehad bij Real. Ja, ik denk prima. Real. Hij begon slecht, hè? Hij begon echt shit. Ja, en de eerste paar wedstrijden was inderdaad niet goed. Maar daarna heeft hij wel echt veel clean sheets gehad en goede reddingen. Ja, dat dus prima. Ja, niks op aan te merken. Casemiro. Dit vind ik nou in het echt een geweldige speler. Is hij zeker. Echt een hele goede speler. Maar wel wanneer Real wint. Zeg maar. Ja. Dus als Real dus slecht is, dan heb je ook gewoon totaal niks aan het. Maar als, ik vind bijvoorbeeld wel heel gek dat Casemiro hoger is dan Kroos. Ja, dat is zeker waar. Want dit jaar was hij ook weer niet zo heel goed, Casemiro. Ja. Maar verdiende rating, misschien eentje lager. Ja. Bruikbaar, nee. Nee, weer te traag. Maar toch weer bij die pace. Zoals altijd. Soms heeft hij hele goede kaarten, dat hij ineens... Ik weet niet, wanneer was het 2 jaar geleden dat hij echt een hele goede team of the season of zo had? Ja, klopt. Mm-hmm. Ja. Deze kaart denk ik niet echt. Nee, sowieso niet. Verdiende rating, niet bruikbaar, conclusie. Benzema, goed jaar. Benzema, zijn beste jaar misschien wel. Ja, tot nu toe bij Real. Hij heeft wel echt een goed jaar gehad natuurlijk. Ja, en Real kampioen. Ja. Topscorer van Real. Hij is ook 4-4, hè? Ja. Is die echt bruikbaar, denk ik niet. Nee, qua pace. Ja. En te houterig, denk ik. En te houterig, inderdaad. Wel echt een terechte rating. Ja, sowieso. En het echt een hele goede spits. Aguero. Zelfde rating. Hij mag wel een downgrade krijgen, vond ik. Ja, 88 denk ik. Ja. Ook niet echt heel erg. Nee, ik weet niet hoor. Aguero is wel echt goed nog. Ja, het is altijd een beetje... Tuurlijk. Maar wat heeft hij nou echt gedaan, zeg maar? Ja, afgelopen seizoen is hij weer veel geblesseerd geweest. Precies. Dus. Zeg maar, als je Gabriel Jesus haalt hem wel een beetje uit de basis. Ja. Moet hij hoger dan Kane? Dat denk ik ook niet, inderdaad.
Ja, niet eens per se dat, maar als je Kane zeg maar omlaag gaat halen, waarschijnlijk omdat hij blessures heeft gehad, dan zou dat ook eigenlijk weer om moeten zijn. Maar... Ja. Nou ja, bruikbaar? Denk ik niet echt. Hij is wel 4-4, dus misschien als je een keer packt of zo. Met een goede special card kan het nog wel, maar verder niet. Neuer. Nou, de beste van afgelopen seizoen, denk ik. Ja. Beste keeper. Ja. Beste keeper, denk ik wel. Ja. Denk ik wel. Heeft hij laten zien... Vorig jaar had hij natuurlijk een best wel slecht jaar, maar afgelopen seizoen... Ja. Ik wil laten zien de oude Neuer naar boven gehaald. Ja. Denk ik. Tweede. Terecht. Dus ja. Ramos. Ja. Had misschien wel een upgrade mogen krijgen, vind ik. Ja, hè? Had gekund, inderdaad. Maar hij mensen... Hij had een aardig upgrade voor zijn shooting, omdat hij zo'n penalty is. Hoor. Dat wou ik dus ook net aangeven. Mensen denken dat Ramos natuurlijk een heel goed seizoen heeft gehad, omdat hij heel veel heeft gescoord. Ja. Maar heeft hij nou ook echt goed verdedigd? Want daarvan staat hij er wel natuurlijk. Op zich. Ik vind van wel. Ik denk, ja, hij heeft wel echt ook wel verdedigend wel een goed jaar gehad. Uiteindelijk is Real natuurlijk wel gewoon kampioen geworden. Dus klopt, en terecht. In FIFA denk ik ook zeker wel bruikbaar. Ja, zo is ik denk dat hij gewoon de beste verdediger is in FIFA. Tot de special cards gaan uitkomen. Van Dijk is denk ik wel beter. Oh ja, Van Dijk heb je natuurlijk. Hè. En ik denk dat Varaan ook nog wel beter is. Gewoon puur omdat hij nog een stukje sneller is. Ja, klopt. Nou, laten we zeggen top 3. Ja, van de gold cards. Alisson. Had mijn 89 moeten blijven. Heel eerlijk, ik vind Alisson een beetje overrated. Ja, dat is ik denk dat Liverpool veel meer te danken heeft aan de verdediging dan Alisson. Ik ben Liverpool fan en ik vind het ook zo. Ja. Maar ja, uiteindelijk keeper, ja. Ja, daarom. De ratings voor keepers zeggen nooit zo. Ik denk dat het een beetje de Liverpool hype qua rating is. Ja, sowieso. Maar ja. Het is wat het is. Tegen de keeper. Wisselvallig vond ik hem ook weer. Ja, afgelopen seizoen inderdaad een beetje wisselvallig. Normaal gesproken vind ik hem wel een van de beste van de wereld. Ja. Zeker top 3, zeg maar. Dat afgelopen seizoen zat hij daar in mijn ogen niet in. Nee, te wisselvallig. Mee eens dus. Ja, zeker. Mané. Ook een beetje gehad. Ja, verdiend. Ja, denk ik ook. Ja, sowieso. Ja, zal ook wel zeker bruikbaar zijn. Zeker, is ook 4-4. Ja. Dus, goede speler, ook in het echt. Of misschien wel de beste flankspeler van de Gold Cards. Zou dat kunnen? Dat denk ik wel. Op Neymar misschien. Ja, Neymar na wel, denk ik. Dus dan is het nog een zeer bruikbaar, maar waarschijnlijk ook heel duur. Ja, sowieso. Ja, het is nou dus, terechte rating. Ja, terechte rating, bruikbaar. Dus ja, prima. Mo Salah. Zijn vriend aan de andere kant. Ja. Ik vind hem slechter dan Mané. Dus als Mané 90 is, vind ik Salah eigenlijk 89. Nee, ja, ik weet niet. Ik denk dat ze hetzelfde rating dat het wel redelijk terecht is. Ja, dat vind ik ook. Want Salah die kan ook uit het niets opstaan, weet je, en een wedstrijd naar zich toetrekken voor de maar ik vond hem ook alweer de laatste tijd eigenlijk al redelijk een lange tijd egoïstisch. Ja. Ja, maar ja, dat heb je met elke speler bijna wel. Ja, dat is die Mané kan ook die kan er ook wel wat van. Ja. Succes gaan dus. Nee, ik denk dat 90 wel terecht is. Alleen met Salah zit je ook met de weekvoet volgens mij. Ja. 3 week. Dus qua bruikbaarheid wordt het natuurlijk wat minder. Nee, voor mij is het nooit echt mijn speler ook inderdaad. Nee. En dat komt vooral door de weekvoet, denk ik. Ja. Mbappé. Mbappé, omhoog gegaan. Wat een zieke kaart, hè. Ja. Maar ook een zieke speler, in het echt. Ik denk dat dit de beste spits is, de eerste komende maand. Ja, dat zeker. Ook. Paar en ik denk dat hij ook na Ronaldo en Messi de beste speler gaat worden. Nee, maar misschien ook nog wel. Neymar is ook alweer inmiddels 26, 27. Ja. En ja, ik bedoel bij Paris, wat heeft hij ook niet echt heel... Mbappé is nog wel echt jong, hè? Ja, hij kan nog wel echt groeien. Ja, maar je weet ook niet, misschien wat hij wel in één keer heel shit. Ja, weet het nooit. Dat kunnen jullie weten, maar dat zie ik niet gebeuren. Niet? De jongen is zo jong, het al finale Champions League meegemaakt, WK gewonnen. Hij heeft gewoon zoveel Franse landstitels gewonnen. Monaco, ook nog onder andere, half finale. En gewoon nog steeds zo jong. En zo goed. Kan alleen allemaal groeien. Ja, gewoon een, voor FIFA begrip, een superkaart. 4-5 is die snel, goede schot, goede dribbel. Wat wil je nog meer? Van Dijk. Big Virgil. Ja, beste centraal verdediger. Dit seizoen vind ik hem niet echt heel goed, tot nu toe. In die eerste paar wedstrijden. En op het einde was hij ook niet zo goed, hè? Van vorig seizoen. Een paar fouten wat ook uitkwamen. Maar dat is denk ik wel begrijpelijk. Iedereen maakt fouten, denk ik. Ja, maar en, in het begin. Het is natuurlijk afwachten. Nee. Dat hij het hele jaar vol kan houden om gewoon goed te spelen. Klopt.
Ik denk wel het beste van het moment. Ja, prima rating terecht. Eens. Oblak. Oblak, beste keeper. Ja. Terecht? Ja. Hij is wel echt gewoon... Ik vind hem wel echt gewoon een hele goede keeper. Ja. Is die echt beter dan de rest van de keepers die we net hebben gezien? Nou, hij is consistent. De andere keepers zijn weer wisselend. Maar Oblak heb je gewoon echt dat hij altijd stabiel is. Je keept gewoon altijd goed. Precies. Dus ik vind de rating... En betrap je niet heel snel op een foutje. Ja. Ik vind hem als hoogste keeper wel verdiend. Verdiend. En misschien dat hij met Neuer aan kop kan gaan, maar... Het is wat het is. Neymar. Nou, ik kan de reden van wat jij zei en dus denk ik dat je dit verdiend vond. Ja, het is zeker verdiend. Ik bedoel, voor Neymar begrippen heeft hij gewoon een niet goed seizoen gedraaid. Is ook weer een tijdje geblesseerd geweest. Zo'n tijdje geblesseerd Ik denk dat geweest. Ze dit ook vooral hebben gedaan zodat Ronaldo en Messi 1 en 2 bleven. Ja. Ja. En dat je niet eentje daar nog weer op dezelfde hoogte hebt, zeg maar. Qua FIFA natuurlijk, beste kaart uit de game. 5-5. Goede fysiek ook eigenlijk. Heeft hij nooit gehad, volgens mij. Fysiek niet, maar dat heeft hij niet nodig. Nee, heeft zoveel kwaliteit. Klopt. Die speelt je zo voorbij. Ik denk de beste kaartje, misschien wel de gold kaartje. Ja. Samen met Mbappé. De Bruyne. KDB. Beste middenvelder naar mijn mening. Eens. Ja? Ik vind hem echt geweldig. Ben ik het wel mee eens. Denk ook wel een terechte rating. Ja. De Breed, ook niet verdiend. Dankreed sowieso niet. Nee. Nee. Ik vind het goed. FIFA, bruikbaar. 4-4 is het natuurlijk. Dit is wel een speler die ik nog wel Hij voelt soms zo heel zwaar aan. Ja, de Bruyne is nooit echt mijn speler. Nee. Team of the Year dit jaar is wel... Ja, oké. Maar buiten goed, het Team of the Year om, zeg maar. Gold Cards is nooit echt mijn speler. Nee, ik heb hem wel regelmatig gebruikt. Ik vond hem altijd wel redelijk. Maar ja, ik heb wel rare spelers altijd. Ja, ieder zo zijn ding, hè. Ja. Daarom. Maar hij is wel bruikbaar. Ja. Dat is ik. Lewa. Had hoger moeten zijn. Minimaal zo hoog als Ronaldo. Misschien wel net zo Denk ik. Dat gaan ze niet doen natuurlijk. Dat gaan ze sowieso niet doen. Dat gaan ze niet doen. Maar hij had het wel verdiend. Hij had het sowieso verdiend. Hij had het wel verdiend. De beste speler denk ik zelfs op Europese velden. Het is ook niet dat hij het één seizoen heeft gedaan. Nee. Vorig seizoen was hij ook al geweldig. Ja. Maar dit seizoen heeft hij gewoon bijna... Al jaren natuurlijk. Ja. Of dat hij bij de moet zitten al... Precies. Is hij al bezig. Bayern wel letterlijk naar de titel geschoten denk ik. Ja. Naar de Champions League titel. Echt een hele goede spits. Ja, FIFA is die ook 4-4 hè. Dus... Okay. Ja, nee. Voor mij is die toch altijd weer een beetje te houterig. Ja. Ik vind zo'n spits wel fijn eigenlijk. Met 83 pace of zo, 82. Ja. Sané heb je wel. Ja, Sané, Gnabry, Lewa. Goeie op het begin waarschijnlijk is die wel bruikbaar. In het begin zal die ook wel denk ik heel duur zijn, puur omdat het Lewandowski is. Ja, en stats zijn natuurlijk prima. Klopt. Ja, verder wel. Oké. Ronaldo, downgrade. Downgrade, terecht denk ik. Ja. Als je naar statistieken kijkt... Niet eigenlijk. Ja, hij heeft op zich wel veel goals gemaakt. Ja. Maar hij heeft ook heel veel penalties gemaakt. En Immobile ook trouwens. Ja, dat zeker ook wel. Dat wel zeggen. En voor Ronaldo, hoe goed hij is, hoe goed hij eigenlijk wat hij bij Real heeft gedaan. Ja, toch is Juve er wel weer zo afhankelijk van dat je hem wel echt zo belangrijk kan zien. Ja, klopt. Nou ja, Juve is eigenlijk wel Ronaldo, Dybala en dan de verdediging. Ja. Ja, Italiaans voetbal begint meestal achter. Ja. Ja, alleen maar verdedigen. Nee, maar Ronaldo is natuurlijk gewoon een van de beste. Klopt. Zo niet de beste. Ja. En op FIFA, 4-5. Prima kaart. Hij mag eigenlijk wel 5 sterren weakfoot hebben. Ja, sowieso. Hij schiet soms ballen erin met links, dan denk ik toch echt van... Toch ja, hoe kan dat? Ja, gaat toch ook 5 sterren, niet? Nee. Niet? Nee. Altijd 5 sterren. Hij heeft altijd alles erin met hem met elk been. Ja, daarom. Nee, maar ook in het echt. In het echt schiet je ook alles erin. Ja, daarom. Snoei hard met links. Ja, prima kaart. Maar een prima kaart voor de rest. Rating verdiend. En dan gaan we naar Leo Messi waarschijnlijk. De beste van de game. Qua gold cards. 93, ook eentje omlaag. Ja, ook wel verdiende downgrade denk ik. Denk ik ook wel. Ik vind Leo nog steeds beter dan Messi eigenlijk op dit moment sowieso. Ja. Maar ja, het is echt... In de vorm waar ze nu zitten ben ik het mee eens. Maar over het algemeen is Messi, vind ik... Messi is al zo lang echt gewoon de beste van de wereld. Ja. Ja. Je hebt hem 3 keer zien spelen en je doet hem hoger dan Fati die al lange tijd speelt. Je doet hem hoger dan misschien wel een paar van de best spelers uit de Eredivisie die ik misschien nog wel beter vind. Hoor het wel een beetje. Ja, nee, blijf hem beter praten. We zitten al een half uur. Ja, precies, lange video. Wat Nou, ik denk dat dit hem wel was dan. Eens. Iedereen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren natuurlijk. En binnenkort zijn we denk ik terug met de ratings van Twente. Zou daarvoor het kanaal ook in de gaten. En Eredivisie. En dan zien we jullie bij de volgende. Yes.
Yes. Yo, later. Ciao's.